Maar het volgende stap die ik wil nemen, het volgende ding dat ik wil bespreken, is het juridische kader in het breed. Daarna ga ik in, in meer detail over wat precies de richtlijn zegt en de precieze rechten van patiënten. Maar het is belangrijk om te snappen welke arresten en welke instrumenten en welke beginselen er zijn die, als het ware, deze gebied omsingelen. Als dat het juiste woord is. Ten eerste is jurisprudentie voor het Hof van Justitie. Een aantal arresten. Voor een groot deel tegen Luxemburg en Nederland. Ook een paar tegen Engeland, volgens mij ook een tegen Spanje en Frankrijk. Ja, en, en, en steeds meer komen. Wat is interessant over deze landen, de reden waarom ik ze noem... ...is dat zeker uh, Luxemburg en Nederland en Engeland en Spanje... ...voor een groot deel, hebben allemaal min of meer natuursystemen. Ze hebben allemaal hun eigen draai natuurlijk, hun eigen nuance. Ieder systeem is een beetje anders. Maar net als in Nederland hebben ze het concept dat... De verzekeraar, of het publiek is of privé, overeenkomsten sluit met zorgverleners in hun land. Nou, als je zo'n systeem hebt, is vrij verkeer bijzonder moeilijk. Want ja, je, bent niet, je, je systeem is gebaseerd op een bepaalde geslotenheid. Wij hebben relaties met hun. Wij sturen ons patiënten naar hun. Of omdat, zoals in Engeland, het allemaal één organisatie is, de National Health System. Of in Nederland, omdat je een systeem hebt van overeenkomsten. En als plotseling iemand zegt: Ja, ik ga naar een zorgverlener die helemaal geen relatie met u heeft. Ja, dat is het systeem niet heel goed geschikt voor. En zo, deze vraagstuk, die, zoals we zullen laten zien, heel erg belangrijk is voor Nederland op dit moment, over wat moet je doen met een natuur-systeem. In het Europese Unie, in het context van Europese recht, dit is geen nieuw vraagstuk. Dit is meerdere keren voor het Hof van Justitie gekomen.